Minister Yıldız Polat-Bigli van Buitenlandse Zaken heeft een kindvriendelijke ruimte op haar ministerie officieel geopend. Dit gebeurde gisteren in bijzijn van de vertegenwoordiger van het Kinderfonds van de Verenigde Naties voor Suriname en Guyana, Sylvie Fout, en ambassadeur Shang Yingxiong van de Volksrepubliek China. De kindvriendelijke ruimte is onderdeel van het project Technical Assistance to Support the Ministry of Foreign Affairs in Setting Up Child-Friendly Spaces, CFS, dat met ondersteuning van de UNICEF en de ambassade van de Volksrepubliek China wordt uitgevoerd. Het doel is bij het bezoek van de ouders aan het ministerie de kinderen verantwoord bezig te houden. Voor de uitvoering van dit project hebben ook de ministeries van Defensie, Sociale Zaken en Volkshuisvesting een belangrijke bijdrage geleverd. Het project is na ruim 4 maanden afgerond. Het ligt in de bedoeling de ambassade van Suriname in Georgetown, Guyana, ook te voorzien van een kindvriendelijke hoek. De launch hiervan zal op korte termijn plaatsvinden.